zien in Eijsden op de Rijksweg A2. Surveillant Jan en Frans zitten achter een BMW-bestuurder die zojuist met hoge snelheid over de grens kwam gescheurd. De maximumsnelheid bedraagt hier 120 km per uur, maar de trajectmeting komt uit op een gemiddelde snelheid van 182. Ik heb het opgedaan. Dat is straf. De agenten gaan over tot een staande houding. Ik heb het gewoon langs. Frans spreekt de BMW-rijder aan. Goedendag, meneer. Ja, ik heb dat al gereden. Ja, dat kun je wel stellen, ja. Ik kom net van vakantie. Ja, even daar staan. Uit Italië. Ja. Ik woon hier om de hoek. Ja, dat is hartstikke mooi. Maar ik ben in Nederland. Ja, en in Nederland geldt nou eenmaal 120 en niet meer. Ja, nee, dat klopt. En we zijn het even aan het kijken, maar we hebben een meting gedaan. Dan komen we uit op 182 gemiddeld. Dat is zo heel hard. Ja. Dat is veel te veel, dus daarvoor word je rijbewijs ingenomen. Ja. Mijn collega kijkt het heel even na. Ja. En dan wordt je rijbewijs bij deze ingevorderd. Ja. Ik heb me nog niet voorgesteld. Jan Poels, hallo. Hoi, Simon. U ziet dat de onderlinge afstand, die blijft gelijk. Die houden we gelijk. Mm-hmm. Tussen u en de ontvoerder. Nou, dan loopt hier de seconde, de tijd mee en de afstand. En uiteindelijk komen we dan op een... De snelheid uit van 182 km per uur. Nou, u komt net terug van vakantie, ben jij? Ja, ik ben over 2 minuten thuis. Dus ja. Gewoon niet echt om de hoek. Ja, we hebben, ja, het is geen toeval, maar we hebben zaterdag daar een dodelijke aanrijding gehad. Ja, goed. En dan ook, okay. Onder andere ook door snelheid. En dan komt u nu voorbij rijden met die snelheid. Ja, terecht. Het is een optelsom. Je heeft wel een fijne vakantie gehad, hoop ik. Ik heb wel een fijne vakantie gehad, ja. Maar het is nu wel niet zuur als je zo... Nee, goed, ik kan me daar wel iets bij voorstellen. Maar goed... Oké, okay. Nou, bedankt voor de beelden. Ja? Nooit meer doen, alsjeblieft. Ja, kijk. Hey, bedankt. Oké, goedjes. Fijne avond. Hoi, hoi. De vakantie van deze bestuurder krijgt op de valreep een zwart randje. De bijrijder mag het stuur overnemen, want zijn rijbewijs is hij voorlopig kwijt.